gaat hier de wereldbeker winnen. Is daar nog wel een interessante sprint om de tweede en de derde plaats. Maar dit geeft ze toch niet meer uit handen. Gunnewijk kijkt achterom en wint inderdaad. Voor, oh, Van Vleuten ook nog tweede. En Bronzini, als ik het goed heb gezien, wordt hier ook nog derde. En zo is het een dubbelfeest voor deze ploeg. 1 en 2. De stal van Jeroen Blijlevens. Wat zal die man toch ook gelukkig zijn. Want Gunnewijk die maakt het op indrukwekkende wijze af. Het komt haar toe. Eindelijk, zegt ze. Ze was er alles dichtbij. Zo is het ook. Maar op zo'n manier winnen. Van Vleuten werd ook nog eens 2 met nummer 24. En dan troef je de concurrentie toch wel af. En het is Loes Gunnewijk die hier op indrukwekkende wijze ruim een kilometer voor de streep wegspringt uit de kopgroep van 13. En afgetekend hier wint. En loon naar werken krijgt, want zo is het ook. Slim gespeeld. Met 2 vrouwen vertegenwoordigd in de kopgroep. En dan 1 en 2 worden in de einduitslag.